Weet dat energieleveranciers vaak bereid zijn om met jou naar oplossingen te zoeken. Meestal is dat in de vorm van soepele betalingsfaciliteiten, zoals een uitstel van betaling of een afbetalingsplan. Zoek je niet naar een oplossing en betaal je gewoon je facturen niet meer, dan zal je herinneringsbrieven ontvangen van je leverancier. Of zal je na verloop van tijd een opzegbrief ontvangen van je leverancier. Vind je dan niet tijdig een nieuwe leverancier, dan zal netbeheerder Fluvius jou beleveren. Maar ook daar zal je je energiefactuur moeten betalen. En tenzij je een beschermde afnemer bent, betaal je een tarief dat duurder is dan de goedkoopste contracten op de markt. Dit ontradingstarief is net bedoeld om gedropte gezinnen aan te sporen om hun situatie zo snel mogelijk op orde te brengen. Maak je ook schulden bij je netbeheerder, dan zal die een budgetmeter plaatsen waarbij je vooraf je energie moet betalen. In Brussel heeft wie een schuld heeft bij zijn energieleverancier recht op een regionaal sociaal tarief wanneer hij een ingebrekenstelling ontvangt en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Kom je niet in aanmerking voor een sociaal tarief, dan kun je een steunaanvraag indienen bij het OCMW. De OCMW's beheren namelijk een fonds voor gezinnen die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen.